het al lekker warm buiten. Het is bijna zomer. Tijd voor het zomerreces. Maar eerst nog een aflevering van de ICT Draait Door. Met weer twee bijzondere gasten. Eén vertelt over een onderzoekscommunity en één over een testcentrum. Dit is de ICT Draait Door. Maar we kunnen pas echt beginnen als we het nieuws van de maand hebben gehad. Marcel, wat heb je deze keer? Nou ja, deze keer een supermooi voorbeeld van een project wat binnen Zuid door studenten gedaan wordt. Wat interprofessioneel multidisciplinair is. Studenten werktuig, bouwkunde, elektrotechniek, onze eigen informatica ICD-studenten. Die hebben samen met studenten van de Design Academy in Eindhoven een auto ontwikkeld voor de Shell Eco Marathon. Mm-hmm. Maar het is misschien leuker als we gewoon even naar die auto gaan kijken. Oh, kan dat? Jazeker. Oh, kom maar even mee. Dan gaan we dat doen. We gaan die kant op. Ergens naartoe. Waar? Ja, Chris. Zoals gezegd, nieuws van de maand. De Shell Eco Marathon auto. En ik heb hier Rianne naast me staan. Ja. Rianne is als docent betrokken bij dit project. Al jaren eigenlijk. En Rianne, deze versie is helemaal geprint. Hij is helemaal geprint. Vooral alle grijze en oranje onderdelen die je ziet in de auto, die zijn direct uit de printer. Oké. Okay. Dus je ziet ook de lijntjes nog van hoe het geprint is in het dashboard. Oké. Okay. En de mal die is gemaakt uit 220 van die kleine losse blokken en die aan elkaar geplakt. En dat is het negatief van de mal. En ja, natuurlijk eerste prijzen behaald, ga ik vanuit. Volgend jaar wel. Volgend jaar wel, oké. Okay. Maar ik begrijp dat het een heel erg intensief project is geweest. Heel erg korte tijd hebben we enorm veel bereikt. In september is het pas begonnen met de tekeningen van hoe die uit moet komen te zien. En eigenlijk pas vanaf januari waren de blokken daadwerkelijk af met printen. Die hebben continu met 15 printers al die blokken moeten laten gaan. Zo. Dus eigenlijk is die in 2-3 maanden echt opgebouwd. En ik begrijp ook aandacht van Ferrari, van Michelin. Ferrari is langs geweest op de stand. Michelin is langs geweest, minister van Onderwijs. Dus de hoop is op volgend jaar winst. Maar rijdt hij ook? Kunnen we hij rijdt ondertussen. Rijdt hij wel? Nou ja, Chris, ik zou zeggen, ga je gang. Neem plaats. Hij rolt zelfs al heel erg makkelijk. Dus. Ja, hij is gemaakt op mijn afstand. Dus jij moet je benen misschien een beetje opvouwen. Je kunt het stuur pakken, die kan je erop klikken. Zo, onze eerste gast zit al aan tafel. Welkom Pascal. Pascal Slaats, docent bij de faculteit ICT. En jij komt ons wat vertellen over een onderzoekscommunity, heb ik begrepen, met de naam Innovation Research Community. Dankjewel. Ja. Wat houdt het in? Nou, het gaat eigenlijk om op een hele slimme manier waarnemingen te verzamelen. Die voortkomen uit studentactiviteiten onder andere. Maar het kan ook uit andere onderzoeksactiviteiten komen. En de grap is dat door het op een slimme manier op te slaan, dat je het ook kunt hergebruiken. Mm-hmm. En hoe ben je ertoe gekomen om dit traject te gaan starten? Nou, er was bij mijn faculteit was er een probleem dat ze over de grenzen heen respondenten nodig hadden. Maar ja, goed, als je vanuit Nederland bijvoorbeeld in Rusland probeert te achterhalen waarom een manager een rood blikje interessant vindt, dan probeer daar maar respondenten voor te vinden. En maar goed, er bleek in het buitenland hetzelfde probleem ook te hebben richting onder andere Nederland. En de gedachte was daarbij van om elkaars netwerken te gebruiken van respondenten, zodat je dan toegang krijgt tot een kwalitatief beter respondentennetwerk internationaal. Mm-hmm. En zit hem dan dat slimme in elkaars netwerk gebruiken of komt er ook nog allerlei ICT-achtige tools bij kijken? Nou, onder andere. Dus de manier van opslaan zorgt ervoor dat je het ook echt kunt hergebruiken. Dat kan niet altijd. En eigenlijk zit hem dat in het feit dat het als kennis opgeslagen wordt. Dus eigenlijk wat normaal gesproken dingen als een dataset opgeslagen worden, dat je het als een kennisnetwerk opslaat. En dat heeft ook het voordeel dat je gegevens die je eigenlijk al hebt, niet opnieuw hoeft te vragen. En dat is ook een onderdeel van het project, dat je die respondenten zodanig bij je houdt, en daarom is het ook een community, dat je bijvoorbeeld carrièreveranderingen
ja, die hoef je eigenlijk niet te vragen als mensen die zelf ingeven. En net zoals bij LinkedIn. Ja, wat is nou precies de community? Zijn het de respondenten of zijn het de studenten? Of is het werkveld? Het zijn eigenlijk drie communities. Drie online omgevingen. Eén omgeving voor de professional in het werkveld. Dat zijn die respondenten waar we het zojuist over hadden. Dat is een community waarbij je meer het onderwijs georganiseert. Dus de studentonderzoeken. En dat is een community van researchers. En de gedachte daarbij is dat het natuurlijk vervelend is als dat je met een promotieonderzoek bezig bent. En al heel lang gewerkt hebt aan een onderzoek om die voor te bereiden. Dat door een studentactiviteit zo'n onderzoek verstoord raakt. Dus als je inzicht krijgt in wat er in het onderwijs beter gebeurt, dan kun je daar ook op inspelen, kun je het afstemmen. Oké, en die communities die hebben dan gezamenlijk, is het idee, een digitaal platform? Ja, dus de gedachte is dat er koppervlakken tussen zitten. Mm-hmm. Zodat je dat, en bijvoorbeeld ook een belangrijk aspect is dat die researchers, omdat ze juist bij die studentonderzoeken mee kunnen kijken, dat ze ook kunnen bijsturen. Soms is met een kleine verandering kunnen ze veel meer met het resultaat dat eruit voortkomt dan dat je dat niet zou bijsturen. Ja. En het wordt ook mogelijk dat er bijvoorbeeld losse gevalstudies, waar je normaal gesproken eigenlijk researchmatig weinig mee kan. Mm-hmm. Maar als je 30 vergelijkbare case studies hebt, dan kun je ze in één keer kwantitatief gaan analyseren. Ja, dus je krijgt in één keer nieuwe mogelijkheden tot onderzoek. Ja, omdat je gewoon veel meer bij elkaar communities bij elkaar krijgt. Ja. Nou hebben we hier aan deze tafel een aflevering geleden of zo hele gesprekken gehad over privacy en digitale identiteit. Ik denk op het moment dat ik nou wel ga deelnemen, dan geef ik dus gelijk mijn hele gegevens af aan die hele community. En dat wil ik helemaal niet. Nee, daarom is het ook privacy by design. Dus we proberen al meteen bij het ontwerp daar al rekening mee te houden. Op verschillende manieren. Misschien wel de belangrijkste manier is dat je als respondent al die activiteiten ook terug kunt zien. Dus ook wat je in het verleden geantwoord hebt op onderzoeksvragen. En dat lijkt dan een klein issue, maar voor de onderzoekers is het natuurlijk wel van belang dat als iemand later op zijn mening terugkomt, dat je, heeft dat gevolgen voor je analyses en je dataset. Dat soort designprincipes, hè? Bedenk je die zelf of betrek je daar ook weer studenten bij? Ja, er zijn al een aantal studentenonderzoeken geweest die ook gekeken hebben of de haalbaarheid is en hoe je ook het informatiemodel kunt organiseren. Het is de bedoeling om het komende jaar om daar tot meer proof of concept te komen en samenwerken met studenten. En kijken of het op een of andere manier ook werkend krijgen. Oké. En het bedrijfsleven, is dat hierin geïnteresseerd? Heb je partners uit het bedrijfsleven of ben je daarna op zoek? Of? Nou, we hebben in ieder geval een aantal brancheorganisaties die hebben in ieder geval interesse al getoond. En er zijn ook presentaties al geweest in het buitenland, Istanbul onder andere. En het lijkt in ieder geval dat juist vanuit het buitenland daar heel veel interesse in is. Dat geeft alweer ook een extra complicatie. Want bijvoorbeeld vanuit Rusland is er interesse. Maar die vinden onderhand dat ze het Engels, ze vinden eigenlijk dat Rusland ook al, met Russisch ook al een positie verdient. Dus dan zit je met vertalen. Maar ook als je onderzoeken internationaal uitvoert. Ja, in IJsland 20 geworden voor sneeuw, dan krijg je toch een andere interpretatie van je onderzoeksvraag. Ja, ja. Kortom, nog een hoop obstakels om te overwinnen, maar er is veel interesse voor. Ja. Ambities zijn hoog, dus ik wens je heel veel succes ermee. Dankjewel, gaat leuk. Goed, bedankt. Kevin, leuk dat je er bent. Je bent teamleider infrastructuur design bij deze faculteit. Een van de dingen waar je mee hebt bezig gehouden is een testcentrum bij het Center for Innovation and Services hier bij deze faculteit ICT. Vertel eens, wat houdt het in? Nou, ik zal een kort uitleggen. Inderdaad, het is gepositioneerd in het Center for Innovation and Services. Dat is een testcenter waarbij we landelijke certificeringen kunnen afnemen. Op het gebied van infrastructuurdesign kennen we veel certificeringstrajecten. Mm-hmm. En bij die certificeringstrajecten is er een landelijke instituut waarbij je dus diploma's, CQ-certificering kunt afnemen. En wij hebben op dit moment een testingcentrum waarbij we die certificering kunnen afnemen. Ja,
En wat is het voordeel ervan dat we dat hier hebben? Nou goed, het bedrijfsleven vraagt nogal om certificering. Niet zozeer om aan te tonen dat je de kennis bezit, maar bedrijven vinden het belangrijk als zij bijvoorbeeld zich inschrijven voor aanbestedingen of andere projecten. Zijn die bedrijven willen dan graag gecertificeerde mensen over de vloer hebben en daardoor kunnen wij dat op dat moment leveren. Ja. En het heet Prometric, dat testcentrum, waar staat dat voor? Nou, Prometric, ja goed, de naam Prometric is gewoon de naam van het bedrijf waar we zaken mee doen op dit moment. Dat staat niet per se voor iets, okay, ja. Maar het is een Amerikaanse bedrijf die zorgt ervoor dat die tentamens hier afgeleverd worden. Okay. En als je hier die tentamens dan doet, dan wacht je een paar weken en krijg je een uitslag? Of? Nee, je moet hem voor inschrijven via de Prometric website. Dan geef je netjes aan welk examen dat je wil doen. Dat wordt ook ingepland om een tijdstip. En vervolgens kom je hier bij de balie van het CIS. Meld je. Vervolgens worden dan een aantal controles uitgevoerd. En dan mag je achter een werkplek gaan zitten om de toets af te nemen. En op het moment dat je op de laatste knop drukt van akkoord, dan spuwt er automatisch een printje uit bij de balie. En dan staat op of je geslaagd bent of niet. Okay. Maar is het dan voor iedereen of alleen voor studenten en docenten van Zuid? Of? Nee, het is een open testcentrum, dus daar kunnen zowel studenten als docenten, maar ook mensen uit het bedrijfsleven, kunnen vervolgens zich ook inschrijven daarop en kunnen hier de toets doen. Het voordeel hiervan is dat we er een open testcentrum van gemaakt hebben, is dat we een soort middelpunt creëren binnen het CES, waarbij zowel medewerkers, docenten en studenten, maar zijnde ook mensen uit het bedrijfsleven aan elkaar ook in contact kunnen komen door middel van het CES. Ja. Dus, heb je zelf al zo'n test gedaan? Ja, ik heb in het verleden wel vaker. Niet gehaald zeker? Of? Ja, uiteraard wel. Oh, toch wel? Ja, natuurlijk wel. Ja. Recentelijk is dat testcentrum officieel geopend, hè, door een gedeputeerde. Wie was dat? Klopt, dat is de gedeputeerde Koppen. Hij heeft als eerste een toets mogen afnemen. Dat was een toets die ging over astronomie. Astronomie? Ik dacht dat alleen infrastructuurdesign toetsen daar gedaan konden worden. Nee, Prometric doet meer dan alleen testen op het gebied van IT, maar ook andere certificeringstoetsen kunnen ze afnemen. Vandaar astronomie, okay. Maar dat was een proeftoets. En de heer Koppen had de proeftoets glansrijk gehad. Maar we kwamen erachter dat tijdens een proeftoets de antwoorden onder in het hoekje stond vermeld. Ah. Oh. Dus, maar dat was alleen bij deze toets, neem ik aan. Hè? Dat is alleen maar bij die toets, okay. Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja, ja. Wordt er al veel gebruik van gemaakt? Ja, we zijn nu al enkele weken geopend. Zonder dat we eigenlijk al rugbaarheid aan hebben gegeven, zijn we toch al een 20-30-tal mensen die de weg naar Zuid hebben gevonden voor het maken van een toets. En zijn dat met name mensen van buiten de hogeschool, zijn studenten of een mix? Ja, verrassend genoeg zijn het toch voornamelijk mensen van buiten de hogeschool, maar afgelopen week hebben we de eerste studenten gehad die een toets hebben of een certificeringstraject hebben afgerond. Middels een toets. Dus dat loopt al goed en straks moet je nog een tweede testcentrum gaan openen. Ja, dat klopt helemaal. We gaan ook binnenkort een Pearson VU. Oké, gaat dus echt gebeuren ook? Ja. Echt, dat gaan we echt doen. Want er zit verschil in de IT-sector, hebben we verschillen. De Pearson doet met namelijk Cisco en Linux certificeringen afnemen. En de Prometric die wij momenteel hebben, kunnen we op dit moment Apple, Microsoft en Oracle certificering doen. We willen graag certificeringen aanbieden voor alle gebieden op het gebied van IT. En dus vandaar dat we dat tweede testcentrum gaan openen. Nou, hartstikke mooi. Dan heb je hier weer een extra service in het CIS. Naast alle praktijkprojecten die sowieso gedaan worden. Dus bedankt voor je toelichting en veel succes er verder mee. Ja, goed, en dan gaan we nu over naar ons laatste onderwerp, de beroemde Minute of Fame. Deze keer met Richard Aerts, die ons meeneemt in zijn barbecue-genot. We hebben sinds, met een collega van mij, Roger Schmid, sinds dit jaar doen wij barbecue-workshops verzorgen. En eigenlijk met de achterliggende gedachte dat wij mensen kenbaar willen maken met een ander fenomeen dan alleen maar die speklap en die hamburger. Je stijf eten aan de sauzen, knoflook, brood. Dat zijn dingen die wij niet op de tafel zetten. En wat je bij ons geleerd krijgt is eigenlijk een vijf gangen diner. Klein hapje, voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht, tussengerecht zit er nog bij. Van toetje, rookijs, tot en met een stuk picanha, wat een staartstuk is van het rund. Wat super lekker is. En dat is een 5 uur durende workshop. We doen alles op de barbecue. Zowel vis, groenten, vlees. Alles komt eigenlijk ter sprake. Met de vis is een interessante. Doen we zeebaars en zoutkorst. Dan gaan we eigenlijk 2 kilo zout gebruiken voor een zeebaars. Die pakken we helemaal in met eiwit. En vervolgens wordt die korst heel erg hard.
En dat is ook een beetje voor de show natuurlijk, want op het einde pak je een hamer erbij, sla je die zoutkorst kapot. En de functie daarvan is eigenlijk dan ook dat je niet zout proeft, maar door die korst die dan is ontstaan, wordt alle smaken blijven binnen in de vis. Wat we ook vaak doen zijn moinkballen. Moe staat voor koe, oink voor varken. Dus je krijgt eigenlijk een gehaksballetje met een stukje spek eromheen. En in het gehaksballetje zit eiwit, daar zit Parmezaanse kaas, er zit peterselie, oregano, melk, zout. Ik moet niet te veel vertellen, anders kunnen jullie ze dadelijk namaken. Maar in ieder geval, ook tijdens de workshops krijg je dat soort dingen ook meegeleverd. Dus als je bij onze cursus hebt gedaan, krijg je zowel de bereidingswijze en alle ingrediëntenlijst. Zodat iedereen het zelf kan namaken. Want de opzet is wel dat wij, het is geen rocket science, maar je moet net eventjes weten hoe het moet. En wat je ook vaak ziet zijn verkeerde technieken die mensen gebruiken. Waarbij je van zwart van buiten, rauw van binnen. Ja, iedereen wil altijd, die roepen altijd van ja, de kolen moeten zo heet mogelijk. Ja, wij doen het tegenovergestelde, namelijk low and slow. Dus je hebt high and fast, dat is wat de meeste mensen thuis doen. En wij doen het low and slow, maar vandaar dat wij ook 5 uurtjes voor zo'n barbecue workshop uittrekken. Nou, we hebben een website, www.bbqgenot.nl. En we zijn ook te vinden op Facebook. Dus als je Barbecue Genot intypt, dan kom je bij ons terecht. En uiteraard moet je ons dan liken. We staan volgens mij op 420 likes in zeer korte tijd. En onder de eerste 500 verloten wij ook nog een workshop. Dat zag er lekker uit. Jij was erbij, hè, geloof ik. Ja, ik heb mogen genieten van een mooie barbecue workshop van de heer Richard Aerts. Ik heb een gepassioneerd iemand gezien die een hele hoop heeft verteld over hoe je precies moet gaan barbecue. Hoe je dat op de beste manier kan doen. Maar naast dat Richard heel graag het alles bereidt, eet hij ook heel graag ervan. Ja, maar ja, dat krijg je vanzelf. Ik krijg er nou al honger van, hè? Ja, dat verbaast me niks. Een barbecue binnenkort of zo. Nou, je kan op de 27e kan je naar de barbecue gaan, waar we heerlijk van allerlei worsten en... Lekker. Nu al honger. Je hebt nu al honger. Goed. Ook honger gekregen? Meld je aan voor de barbecue op 27 juni bij het secretariaat van de faculteit ICT. Zo, Marcel, dit was ons eerste seizoen. En, wat vond je ervan? Nou ja, ik vond het hartstikke leuk. Ik wil je bedanken dat je dit doet. En ik hoop dat je in jouw nieuwe functie strakjes dit blijft doen met ons. Veel geleerd, ook vandaag weer. Over respondenten, communities, over testcenters die wat opgericht worden. Maar voornamelijk over hoe je heel erg lekker moet barbecuen. Dat is toch een van de belangrijkste zaken. Dat is toch een van de belangrijkste zaken. En ik heb een leuk autootje waarmee dat we dadelijk naar die barbecue toe kunnen rijden. Zo is dat. Ik stap graag bij je in de auto. En natuurlijk kom ik na de zomer weer terug. Goed zo. Ik hoop dat we u ook weer terugzien na de zomer. Dit was de ICT Draait Door. Naar beneden, hè? Van open. Maar ik doe eerst mijn openingetje nog even. Oh, oké. Okay. Want dat gaat toch tegen je fout. Niet waar. Dus heb je hem nog niet nodig, hè? Heb weg met hem. Hebben we hem kapot gemaakt nu? Nee. De lampjes branden wel gewoon. Zij staat wel aan.